Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Rijt Kick op de Week. We zijn aanbeland bij aflevering 90. Wat hebben we deze week gedaan? We hebben een ritje Duitsland gedaan. Daar hebben we 10 cilinders opgehaald en dat allemaal in één auto. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Komt zo voorbij. We hebben de CLA 45 AMG Shooting Brake verkocht. Die komt voorbij. RS4 is verkocht, RS5 is verkocht, een paar RS6'en verkocht. Eigenlijk te veel om op te noemen. We zijn ondertussen ook begonnen aan de Mercedes 190 2.5 16-klepper. Zien jullie al een voorproefje van? Verder, ondanks de herfst, toch een hele kleurrijke aflevering met een groene Lamborghini Huracan Performante. Er komt een rode Lamborghini Huracan Spider voorbij. Er komt een rode 488 GTB voorbij. Er komt een gele Volkswagen Scirocco voorbij. Er komt een witte BMW M4 Coupé voorbij. Te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, pak een bakje chips. Trek een pilsje open en geniet van Rijd Kick op de Week aflevering 90. We beginnen deze week met het project Golf 2 GTI. We gaan een gereviseerde versnellingsbak monteren onder deze auto en dan uiteraard meteen compleet nieuwe koppeling. Proefrit met de sepangblauwe Audi RS6 in de ruil van een Audi S4 van 2012 Avant. De 2016 Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake. Die heeft voor aflevering nog een paar nieuwe remblokken nodig. Precies zijn gedaan. De remvloeistof is gedaan, klaar om einde van deze week afgeleverd te worden. Op deze auto hebben we geen auto ingeruild. De man die rijdt nu een Golf 4, volgens mij een dieseltje, met heel veel ervaring. Dat is een hele mooie upgrade van een hele oude goedkope auto naar een super dikke CLA 45 AMG. Een dag zonder zorgen begin je met twee lekkere billen in de morgen. Die is heel slecht, hè? De sepangblauwe Audi RS6 is verkocht in ruil van die Audi S4 Avant uit 2012. Deze auto gaan we nog een beetje aanpassen. De klant wil een volledige chrome delete. Er komen nog een paar andere performance velgen onder. Er moet een trekhaak ondergebouwd worden. Jawel, een RS6 met trekhaak voor de caravan. Dennis is bezig met het voorbereiden van de chrome delete. Volkswagen Golf 7 uit Duitsland voor het plaatsen van een dubbele uitlaat, een R-look uitlaat. Dit is de oude uitlaat, die gaan we nu demonteren. En dit is de nieuwe versie. Onderhoudsbeurt aan Volkswagen Passat. We zijn nu bezig met de remvloeistof. We beginnen natuurlijk altijd met de leiding die het langst is. Dat is meestal rechtsachter. Verder zijn de bezies aan de beurt. Alle filters. Terugplaatsen van de raam bij deze M135. We hebben een deukje verwijderd onder de raam. Dat is allemaal weer origineel hersteld. De raam ligt nu klaar om geplaatst te worden met een verse kitrand. Super strak. Deze gaan we terugplaatsen. Dan kan de paravan weer teruggebouwd worden. De ruitenwissel teruggebouwd worden. En dan is het weer geregeld. De onderspoiler van de RS6 sepangblauw. Ook deze moet zwart worden. Worden eerst de hoekjes gedaan. En daarna het liggende gedeelte. En zo ziet de neus eruit na die chrome delete. Erg dik. Die intakes zwart. Onderlipje zwart. Ondertussen is de uitlaat gemonteerd onder de Golf 7. Met een Maxton diffuser. We gaan hem nog even afstellen. En dan kan deze klant zo meteen weer richting Duitsland. Dennis is begonnen aan de Alpina B3 Biturbo, full detail,
116.000 kilometer gelopen. Staat er maar eentje te kopen in Nederland. En dat is deze. Volkswagen Golf is klaar. Die gaat ons weer verlaten en richting die heimat. De laatste puntjes op de i door Dennis aan de CLA 45 AMG uit 16. Kan de showroom in. En die wordt aanstaande vrijdag afgeleverd aan de nieuwe eigenaar. De tussenstand bij de Golf GTI, de Golf 2. Nieuwe naven, nieuwe wielagers, nieuwe schokdempers, nieuwe veren. Nieuwe stofkappen, nieuwe remschijven. Dennis, de laatste hand aan de Albina. Deze gaan we zo meteen fotograferen. 2008, 116.000 kilometer gelopen. Poepie origineel. En een hele unieke auto. Deze Audi RS5 is verkocht. We hebben even moeten wachten op de Miltek. Er komt een Resonated Cutback Miltek systeem onder. Dus deze oude gaan we demonteren en zo meteen de nieuwe Miltek monteren. Dat zorgt voor een fantastisch mooi geluid. De prijs van zo'n Miltek onder een RS5 is ongeveer een 3100 euro. Die prachtige Alpina. Deze Alpina B3 is op basis van een BMW 335. Dus die 306 lijn 6 turbomotor. Deze heeft 360 pk. Die heeft de firma Alpina ietsje geholpen. Klantenbezoek voor een Audi RS6 met inruil van een Audi RS7 Performance. Een hele bijzondere blauwe kleur. Voorstel gemaakt. Nog niet rond. Maar wie weet. De voorkant is nu de zijkant aan de beurt, dus de raamlijsten, de dakreling en de diffuser achter worden ook allemaal ontchroomd. De spiegels gaan we vervangen, dan gaan we zwarte opplaatsen. Het systeem geplaatst onder de RS6, de verkochte Audi RS4, waaronder we vier nieuwe banden gaan plaatsen. En nieuwe voorraad, de Hurricane Spider en de Hurricane Performante. De fotoshoot van de Alpina B3 B-Turbo. Dag is weer voorbij. Auto's gaan weer naar binnen. Ik maak de fotoshoot nu even af van de Alpina. Het is een hele bijzondere auto. Als je hier links het chassisnummer bekijkt. Die carrosserie komt binnen bij Alpina. Daar wordt een kruis gezet door het BMW. Chassisnummer. En dan komt een origineel Alpina nummer in. En dan wordt hij in principe omgedoopt van het merk BMW naar het merk Alpina. Dan wordt de motor aangepakt. Een andere vooronderlip geplaatst. De Alpina wielen. Sportinterieur. Volledig elektrisch en met memory. Hij heeft een spiegelpakket. Dat bijzondere Alpina cockpitje met die blauwe achtergrond. Merkje van Alpina erin. In de stoelen, voor en achter, het Alpina logo. Mooie zwarte hemel. Alpina stuurwiel met Alpina logo en die blauw met groene stiksels. Het typeplaatje van Alpina. Het echtheidscertificaat. Alles zit erbij. Elektrisch zonder rollo.
de tiptoetsen van Alpina. Een hele goede morgen. Vanmorgen weer vroeg vertrokken naar Duitsland. We gaan 10 slinders ophalen en wel in 1 auto. Dat is een goed teken. We gaan hem zo bekijken. We moeten nog ongeveer een uurtje rijden. Dan zijn we op plaats van bestemming. Audi Centrum Geilekirchen. Even kijken wat hier al buiten staat. Ik ben erg benieuwd. Waar staat hij? Waar is hij dan? Waar is hij dan? Ik zie hem nog niet staan. Wat gaan we ophalen? Ik zag hem al. Echt waar? Hij stond daar weer in die... Binnen? Ja. Oh. Dan rijden we even terug. Ik had hem nog niet gezien. Prachtig bedrijf ook weer, hè? Echte Duitse dealer. Die hebben het perfect voor elkaar. Ook super service. Waar staat hij dan? Heb je hem hier gezien? Nou, kijk eens, daar staat hij. RS6 2020 model. Super dikke. Daytona, hier zat hij in blauw. Ook hier nieuw in de showroom een S5 coupé. Een soort smurfenblauw. De 2020 Audi RS6 in het donkerblauw metallic. Dat is wel een hele dikke kanonnen geworden. De Audi e-tron. De nieuwe Audi SQ8. Met ook weer die dikke performance velgen. En deze keer die zien we nog niet zoveel. De gouden versie met de gepleiste spaakjes. Ziet er ook wel weer erg apart uit. Hij raakt compleet de eerste lak, nooit gespoten. Een ganz nieuwe motor. Hij had een beetje olieverlies. En deze heeft nog garantie bij Audi tot 2021. Hij had een beetje olieverlies. Op garantie van Audi, compleet nieuwe motor gemonteerd. Echt splinter nu. Dus die moet echt nog worden ingereden. Die gaan we zo meteen voorzichtig doen. Mooie machine. Van een vette kleurtjes hadden. Veel carbon erin op. Dak is zwak gevormd. Audi R8 is goedgekeurd. Nog even een rondje door de showroom. De nieuwe S3 Sportback. En uiteraard kijken wat er nog mooi leuk spul tussen staat. Wat eventueel ook interessant is voor ons. Er staat een mooie voorraad aan jong gebruikte Audi's.
helaas verder niks wat ons past. Dus we gaan de plaat op de R8 schroeven en we gaan hem meenemen. Dus zoals aangegeven is deze Audi voorzien van een splinternieuwe fabrieksmotor. Erg snel natuurlijk, 23.000 km gelopen. Bleek een foutje in de motor te zitten, een scheurtje in het motorblok, waardoor er wat olie naar buiten lekte. Dit was in principe wel te repareren, alleen de onderdelen die hiervoor nodig zijn waren op dit moment allemaal in backorder. Dus nu heeft Audi besloten om er een compleet nieuwe motor in te leggen. Deze motor is gemonteerd niet bij Audi in Geilekirchen, maar bij Audi in Aachen. Daar zit de R8 specialist, R8 partner. En die hebben ervoor gezorgd dat er weer een nieuw vers hart bonkt in deze prachtige R8. Dus nog even rustig aan met deze motor. Dit is hij dan, R8 V10 Plus nummer 2. We hebben natuurlijk al die camouflage groen metallic staan. Deze gaat onze voorraad aanvullen. Het is dynamietrood. Dus je hebt echt het vurenrood bij een R8. Dit is het oranjerood. Het is een hele gewaagde kleur, maar zeker niet minder mooi. Eigenlijk mogen dit soort auto's wel een hele flitsende kleur hebben. Verdienen ze eigenlijk wel. Dus bij deze een dynamiet rode R8 V10 Plus. 610 pk, 2016, 23 gelopen. En dus voorzien van een splinternieuwe motor. Dus we moeten niet al te gek doen. Die motor moet nog inlopen. Over, ik schat, 3.000-4.000 km moet er nieuwe olie op. Dat is wel zo wijs. Dat is ook ons geadviseerd bij Audi. We gaan hem naar Uden brengen. De
terug op de zaak. Dennis is al een heel eind met de Audi RS6. Die sepangblauwe. De raamlijsten zijn inmiddels zwart. De dakreling is zwart. De neus, die hadden jullie al gezien. Dat is toch weer een hele andere auto zo. Ziet er eigenlijk wel iets moderner uit. De spiegels gaan we gewoon vervangen door gewoon zwarte. De laatste loodjes, de puntjes op de i bij de Audi e-tron, 55 Quattro. Volledig nieuwe zwarte grill gemonteerd. Bovenop de andere aanpassingen is deze weer erg geslaagd. Zien jullie zo. We rijden hem zo naar buiten toe en laten we even zien wat we gedaan hebben. Audi e-tron 55 Quattro, geruiteriseerd, voorzien van een zwarte Quattro grill, zwart logo in de voorgril, S-Line logo, de onderdiffuser, die kap onder in de bumper, is zwart gespoten, accentjes in de voorbumper, zwart, 22 inch lichtmetaal gemonteerd, met nieuwe banden, de ramenlijsten zwart. Eigenlijk alle lijsten natuurlijk gewoon zwart. De dakreling die was mat zwart, die is nu glanszwart. En aan de achterkant, de diffuser achter in de achterbumper, die hebben we gedemonteerd gehad, gespoten in glanszwart. De Audi ringen achter, glanszwart. Totale andere auto geworden. Ik zal kijken of ik nog een plaatje heb van hoe die auto hier een paar weken geleden voorbij kwam. Dan kun je het mooie verschil zien. Ik ga hem afleveren bij de klant. Sportmax voor de Audi RS4. Nieuwe schoenen. De Audi RS5 met een Miltek. Resonated. Laat die Miltek maar eens horen. En alweer een dag voorbij. Auto's voor binnen gereden. RS6 hieronder. Hierboven hangen er twee. Beide verkocht. Tiguan is gebracht voor een chrome delete. Morgen weer werk aan de winkel. En weer een nieuwe dag. De Miltek RS5. Deze dikke caddy. Weer voorzien van nieuwe schoenen. En een nieuwe APK. Dennis begint aan de chrome delete bij de Volkswagen Tiguan. Aan die Volkswagen zit behoorlijk wat chrome. Het logoetje gaan we even op deze manier oplossen. Die wordt licht gesmoked. Nu zijn die stripjes in de grill aan de beurt. Kijk, dat ziet er alweer heel anders uit. De 2017 Audi RS6 is verkocht. Deze gaan we nu even wegbrengen voor het inbouwen van een klasse 5 systeem.
Dus het inbouwen van een voertuigvolgsysteem plus het keuren van het origineel fabrieksalarm. BMW M5 is terug om zijn heerlijke, dikke 22 inch Volkswagen te monteren. Dikke V8 S5 in bijna dezelfde kleur als de net binnengekomen R8. Die is hier vandaag voor het vernieuwen van de Tankom. Het tankklepje gaat niet meer fatsoenlijk open. En de Tiguan die gaat even naar binnen voor een stukje onderhoud. We maken een kleine tour door de showroom. Wat nieuw binnen is gekomen, wat we hebben verkocht, etc. We gaan hem even draaien. Lamborghini Hurricane Spider. Nieuw binnen. Moet nog gepoetst worden. We hebben hem wel even binnen gezet. Deze hadden we al bekendgemaakt. Die mooie R8 V10 Plus. Sela 45 AMG Shooting Brake 2016. Verkocht, niks ingeruild. Nieuw binnengekomen BMW Alpina B3. B-Turbo 2008, 116.000 kilometer gelopen. Hier een C180 2014. Geen ton gelopen, 97, 96 gelopen. AMG Sportpakket erop. Mooie volle auto met lederbekleding erin. De Black on Black Audi RS6. Nieuw binnen. Dan hebben we hier de Audi RS4 4.2 V8 uit 2015. Een van de laatste ongeblazen V8 RS4's. Verkocht zonder inruil. Wat hebben we nog meer? Ja, die mooie 488 GTB van DDC is te huur. Is dit je droom? Bel even met DDC in Vierlingsbeek. Sepang blauwe RS6 2016, 50.000 kilometer gelopen. Die hebben we volledig ontchroomd. Grill, intakes, dakreling, raamlijsten. Komen nog andere performancevelgen onder. De zwart met de gepleiste spaken. Wat hebben we nog meer? Audi RS5. Audi RS5. 4.2 V8, ongeblazen ook, 2014, verkocht aan een vaste klant van ons. De BMW M5 F90 in British Racing Green, super dikke auto, is ook verkocht, ingeruild een C63 AMG Estate uit 2011. Ik ben bezig met een klant met de 1M Coupé, inderdaad van een Z4, 35i. We hebben nog een hele mooie Seat Ibiza staan, een FR. Verder, wat hebben we nog meer? Dit is die RS6 Performance. Dit is de RS6 van 2015. Zijn nog beschikbaar. Audi R8, weer een 4.2 V8. Ongeblazen, 2009, 46.000 kilometer. Deze auto is ook verkocht. De Daytona grijze RS6 uit 2013. We hebben nog een M135. En onze M6 Grand Coupé. Al met al genoeg staan. We gaan eens even buiten kijken. Daar staat Panamera Sport Turismo. Met zijn bike op de grond. Ziet er super dik uit. Lamborghini Hurricane Performante. In 2018, 19.000 kilometer gelopen. Nieuw in de voorraad. Nieuw in de voorraad. Audi R8 V10 Plus. 2016. 23 gelopen. Dan gaan we nog andere wielen onder monteren. Die 20 inch R8 velgen. Die liggen nu bij de poedercoater. Dan is die auto echt af. Ik moet zeggen, met deze wielen vind ik hem lelijk. Als ik eerlijk ben. Dan moeten echt die 20 inch velgen op. Dan is die helemaal af. Er komt natuurlijk een iets plattere band op dan. Er ligt een KW schroefzet onder deze auto. Er ligt super mooi in zijn schermen. En zeker dadelijk met die 20 inch. Dat gaat zeker goed komen. Kijk op de weekbus, niet te vergeten. Deze moet zo snel mogelijk naar binnen. Als we tijd hebben. Mercedes 190e 2.5 16 klepper. En de BMW M5 E39. Audi A3 e-tron hebben we ingeraald. Die heeft behoorlijk wat ervaring, dus die gaan we doorzetten naar wederverkopers. We hebben hier een Golf R staan voor onderhoud.
wordt eigenlijk wel erg kleurrijk in de showroom. Ik ben benieuwd hoe lang ze staan. Erg gaaf. Ja, die sportwagens mogen best een beetje dikke kleuren hebben. De Sportsturismo. Met die lekkere dikke heupen over die velgen. Oh, mooi. Golf R. Hier zijn de jongens bezig met de Z3M Roadster 1997. Bubbeltje ietsje beschadigd aan de rechterkant. Hier zo. En hier. En aan de andere kant heeft ze ook een kleine beschadiging. Die zit hier. Dus we gaan de bumper demonteren. En dan gaan we voorzien van een verse laklaag. Voor hetzelfde verhaal. Ook ietsje beschadigd. Minimaal, maar te veel. Die ligt hier op de bok. Dan zullen we even laten zien waarom we hem laten spuiten. Deze kant is hier goed. Alleen deze kant heeft hij de schadeentjes. En een nieuw lampje hebben we besteld. Hij heeft ook behoorlijk wat steekslag. Dus we gaan die neus weer helemaal fris maken. Volkswagen Tiguan, volledige chroomdeliet en een stukje onderhoud. Laten we de details nog wel van zien. Dan is je bezig met de M135. De laatste puntje op de i. Kan die morgen weer afgeleverd worden. 325 LCI 2010. Puntgave auto, komt binnenkort online. De volgende die Dennis gaat poetsen is deze. De C180 heeft hij net gedaan. En hier hangt die nostalgie, jeugdsentiment, Golf 2 GTI. Met nieuwe naven, nieuwe wiellagers, nieuwe schokdempers, nieuwe klauwen. Gereviseerde versnellingsbak. Nieuwe koppeling. Hier zijn we nog volop bezig, met ook het een en ander los. Hier zijn ze met een accutest bezig, hoe lang die lamp kan branden. Denk ik. Die doen we eens even uit, want dat schiet niet op. Hoppakee. Ziet er wel lekker fris uit. Het is wel mooi, bij deze auto's is het vaak nog beter om te gaan vervangen. Dan een monteur flink te laten schroeven en uren te maken. Komende zaterdag wordt deze fantastische dikke M135 weer afgeleverd aan de eigenaren. Deze hele linkerzijkant was gespoten. We hebben nog even nieuwe raamrubbers gemonteerd. Nog wat kleine puntjes stof verwijderd in de lak. Gepolijst. Deukje verwijderd onder de raam. En wat een geweld hier buiten. Prachtig. Iets kleurrijker dan normaal. Dit is hem weer, die bruut klinkende M135. Een helemaal met carbon volgehangen BMW M4 coupé voor wat onderhoud. Audi A4. Een PDC-storing, die is losgegaan, die hangt achter de bumper nu. En een nieuw R-filterhuis voor deze gele Scirocco. Bij deze auto hebben we recent de Miltec gemonteerd. Dit blijven ook dikke kanonnen van auto's. Full detail aan de BMW 325 uit 2010. Staat deze week online. Echt een puntgaaf exemplaar van een echte liefhebber. Alle historie, alles is aanwezig. Kun je een hele auto zien, er is zo verschrikkelijk zuinig mee omgegaan. Daar hou ik van. Nieuwe draagarm monteren bij de M4. Hier ligt de nieuwe al klaar. En we gaan toch eens beginnen aan de Mercedes 190 2.5 16-klepper. Wat gaan we doen? Nieuwe koplampen plaatsen, nieuwe knippers plaatsen en het neusje spuiten.
paar schoonheidsdingetjes aanpassen en dan is het echt een puntgave auto. Want ik ben bang dat hij op de zolder belandt. Filter gemonteerd. Ziet er erg gelikt uit. Draagarm van de M4 gedemonteerd. Tijd om de nieuwe te gaan monteren. Hier liggen ze allebei naast elkaar. Rechts de oude, links de nieuwe. En ondertussen de draagarm gemonteerd. Vandaag een kleurrijke dag. Gele Scirocco, witte M4, groene Performante en een oranje-rode Audi R8. De klant heeft even op zijn reparatie gewacht van de M4. Nu een klant op bezoek voor de Audi S6, die sepanblauwe. Met inruil van een Porsche Cayenne. Helaas zijn we qua prijs niet tot een deal kunnen komen. De achterbumper van de sepangblauwe RS6. Nu voorzien van een nieuwe diffuser en twee splinternieuwe eindstukken. Deze zaten erop. En nu we toch heel die auto aan het ontgromen zijn, hadden we ook zoiets van die eindstukken mogen ook wel meegenomen worden. Klant gebeld, hij ging ermee akkoord. En we hebben dus meteen die... ruilset gemonteerd. De velgen zijn binnen van de C180 Mercedes. En het resultaat van een ontchroomde Volkswagen Tiguan. De raamlijsten, de dakreling, de deurstrips onder, de achterstrips, de neus. Ondertussen ook die performancewielen gewisseld. Nu ligt die Hooglands zwarte versie erop. Het was steeds mooier en kijk dan hier, een RS6, ja ja, met een trekhaak. Het zal best een ruige verschijning zijn op de camping, met die caravan erachter. Tijd om de CLA 45 AMG te gaan leveren. Thank you.
De performance, de looks, die power, de opties, bouwjaar, kilometerstand, alles een dikke, vette 10. Dit is de layout van de virtuele cockpit. Hier heb je de layout sport, dan krijg je die centrale teller, die toerenteller. Dan zet je hem bijvoorbeeld classic, dan moet je even wachten, hè. Dat duurt even. Dan krijg je dus weer die twee tellers links en rechts, de toerenteller en de kilometerteller zie je. Dit is de classic versie. Dit is de sportversie. Duurt even. Mooi, hè? Dan krijg je met de sportversie krijg je ook hier rechts in beeld het vermogen en het koppel. Gaaf, hè? Dus. En dan verder kun je natuurlijk kiezen voor die kaart. Dit is natuurlijk de nachtversie, dat is overdags. En dan kun je ook kiezen om die tellers naar voren te halen. Wat een schitterende auto. We gaan over naar de volgende. Ook niet de minste. 560 pk, black on black, Audi RS6 uit 2016. Iets in de 60 gelopen. Die gaan we nu op de gevoelige plaat leggen. Staat ook vanaf deze week online. Voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep. 21 inch lichtmetaal, privacyglas heeft hij. Leder met Alcantara. Die LED matrix. ACC, adaptief cruise control. 360 surround view camera. Rondom zwarte logo's. De 4 liter V8 T-versie. Mooie Panamera. 22 inch, lekker op zijn buik. Verder een mooie originele auto. Ook deze weer met volledige historie, zoals altijd. Compleet in zwart is ook wel echt een beest om te zien. Dit waren de beide fotoshoots van de RS6 en van de R8. We gaan nu zorgen dat de auto's online komen staan. Juist de foto's gemaakt van de Audi R8 V10 en van de nieuw binnengekomen Audi RS6. Per auto een stuk of 40, 50 foto's, schat ik. Voordat wij die online plaatsen, dan gaan we die bewerken. De kleur komt nu niet tot zijn recht. Hij is echt anders dan hier op het beeldscherm. De reflectie van mijn spotjes boven in mijn plafond, waar ik knettergek van word, die zie je ook allemaal erin, dus die gaan we eruit halen, want dan lijken dan puntjes steenslag, maar het zijn gewoon, het is gewoon reflectie van de lampen. En nou even een hele flauwe. Let op, hè. Kennen jullie hem? Wim kan. Sherry kan. Hurry kan. Flauw, hè. Even voor de Range Rover weer af aan de eigenaar. Nu met een lekkere zware roffel. We hebben een soundbooster gemonteerd onder de auto die in 6 tanden verstelbaar is. Onze Daytona grijze R8 is verkocht. 46.000 kilometer gelopen. En buiten is hij nog mooier dan binnen. De nieuwe eigenaar van deze auto heeft wat delen besteld. Er komen andere wielen op, 20 inch. Hij wil ook zeker de originele bewaren voor de originaliteit van de auto.
We gaan een V10 achterbumper monteren, want hij vindt die ronde eindstukken veel mooier. Ook bij deze hetzelfde. De bumper wordt uiteraard ingepakt en bewaard. Mocht deze ooit weer origineel teruggezet moeten worden, dan is dat geen probleem. De Lamborghini Hurricane Spider die gaat mee met Thijs de Wild. Gaan we speciaal voor jullie mooi vastleggen in een mooie film. Deze krijgen jullie als alles een beetje mee zit volgende week in de nieuwe Rijdkick op de Week te zien. Een Hurricane met een aero-pakket erop. De Lamborghini Sportuitlaat. Speciale custom made Vossenwielen. Die prachtige Golf R wordt weer opgehaald door de eigenaar. Nu met een nieuw veerpootlager. En deze RS4 gaan we zo meteen afleveren. Komt bij de perfecte klant terecht. Mega blij met zijn aankoop. Altijd leuk om te horen natuurlijk. En de volgende aflevering, de Audi RS5 Miltech, wordt nu opgehaald. Verkocht aan echte liefhebbers. Recent ook aan hun die Audi A3 verkocht. Die 1800 TFSI Quattro. Al eerder een BMW M3 Competition verkocht. Tijdloze auto. De RS5 met nog wel de V8. En dit is die eerder door ons verkochte Audi A3. Klant op bezoek voor de 1M Coupé. Inderdaad van een Z4, een 35i. Gaan zo meteen een proefritje maken. En de aflevering van de Range Rover. Met die dikke kraanwielen. Vandaag op zaterdag op bezoek bij Gompie Kinderkleding in Zeeland. Met de Ferrari 488 GTB van Dutch Dreamcast Rental. En onze platte, dikke, vette, lage Porsche Panamera. We zijn hier om een fotoshoot te doen met kinderen. Wat kindergezichtjes blij te maken vandaag. Toch wel kinderdromen om het zo te zeggen. Een Ferrari en een Porsche. Het klassieke duo. Vandaag leuk wat foto's schieten met de kids. En kunnen een prijzenpakketje winnen als ze de foto posten. Dus leuke dag vandaag. Nou, ik ging met papa gewoon friet halen op de zondag. En toen zagen wij in een keer die Audi R8 en GTR. Ja, inderdaad. Zomaar op een zondag in het dorpje Zeeland. Een Nardo grijze R8 met groene plaatjes. Een goud gerapte R8 Spider vorige generatie en een witte R8 met Capristo zo te zien aan de Instagram. En een voor de liefhebbers Nissan GTR, een Japanse exoot die naar mijn mening al een paar jaar op opvolging wacht. Want hoe lang is hij ook alweer op de markt? 10 jaar al? 12 jaar? Blijft een vette auto. Maar naar mijn mening inmiddels wel een youngtimertje aan het worden. Bij ons binnenkort ook weer heel veel meer Audi R8'en in de video. Dit was jou weer Rijd Kick Up The Week aflevering 90. Ik sta hier voor de vers binnengekomen Audi R8 V10 Plus. We gaan natuurlijk nog wat aanpassingen doen in deze auto. Die velgen, 19 inch nu, daar gaan we omzetten naar 20 inch. Die hebben we al besteld. Met nieuwe schoenen erop, dus nieuwe rubber erop. Gaat een totaal andere auto worden, 100%. Als hier de juiste wielen onder liggen, hetzelfde als bij die groene Audi R8, dan zullen jullie er zelf van staan wat een paar andere wielen voor verandering brengen aan zo'n auto. Maar dat zien jullie volgende week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Onder even op abonneren drukken, belletje aanzetten en je krijgt automatisch een berichtje wanneer wij nieuwe content plaatsen. Rest mij nog om jullie een fantastisch leuk weekend te wensen. Ik zie jullie heel graag terug bij de volgende Rijd Kick Up The Week. Tot volgende week. Ik vergeet bijna iets te zeggen. Ik zag jullie kijken. Dat is een vette hoodie. Nou, die zijn toevallig te koop. Kijk onder even in de beschrijving. Daar staat precies in wat je moet doen om zo'n hoodie te bestellen. We hebben ze hier liggen in het zwart, in het grijs.
We hebben die capjes van Cake op de Week. We hebben de polo's nog. We hebben sleutelhangers. Mocht je interesse hebben in een van deze artikelen, stuur even een mailtje naar info@rijdouders.nl en er komt zo snel mogelijk iets naar je toe. Dat wil ik toch niet even zeggen.